Hallo iedereen en welkom bij aflevering 18 van mijn Kerbal Let's Play. En ondertussen aflevering 2 van mijn Kerbin Space Station. Vandaag, ja, wat wil ik vandaag maken? Natuurlijk een nieuw onderdeel voor het station. Ik zat te denken aan een soort uitkijkkoepel, maar ik weet het niet zeker. Ik ga eerst en vooral... Wat? Ik zat te denken aan een soort power core. Dus echt een... Wacht, nou, daar gaan we wel een nieuwe raket voor maken. Dus echt gewoon zoiets. Nou, ik klink misschien een beetje verkouden, misschien ook niet. Ik weet niet hoe dat klinkt door de microfoon. Maar ik ben het dus wel. Dus het kan dat mijn stem een beetje verschrikkelijk klinkt. Misschien vinden jullie dat mijn stem altijd verschrikkelijk klinkt. Dat moet toch wel genoeg zijn. Zo, en dan zetten we hier nog een leuke punt op. Of... zoiets, kijk eens. Dat ziet er leuk uit. Hier nog iets op. Zo'n punt. Nee, dat ziet er raar uit. Wat dan? Oh, ik moet even niezen. En toch niet. Oké, moving on. Wat zou ik bovenop zetten? Zoiets. Ja, waarom niet eigenlijk? Laten we dat maar doen. Daar moet ik wel even niezen. God, dat is niet fijn om op te nemen als je verkouden bent. Maar ja, ik ben nu aan mijn nieuwe werk begonnen, dus ik heb al niet veel tijd meer om op te nemen. Dan moet ik maar wat meer mijn best gaan doen. Even doorbijten en gewoon blijven opnemen. Als er mensen zijn die blijven kijken, dan blijf ik mijn best doen om op te nemen. Nog zo'n dikke erop. Nog iets vergeten. Oh, wacht. Als we dat zo doen... ja, dan hebben we die daarna niet meer nodig. Oké. Dan doe ik hier... lalalala. Ik zit overal op te klikken. Ik weet nog niet eens wat ik zoek. Vier zou wel genoeg zijn. Hoop ik. Dan nog een kleine tank. Klik ik weer weg. Wat is er toch aan de hand met mij? Zo. Zo, dan kunnen we die wegkatapulteren. Dus dan gaat hij hiermee aandokken. Oh, sorry, ik moet even mijn neus snuiten. Ja, keurig en netjes opnemen is niet simpel als je verkouden bent. Maar ja. Als ik rood die koppeler pak, want als ik die pak, die is wel lichter. Maar dan heb ik weer zo'n apart onderdeel wat rondzweeft in de ruimte. Moet ik dat ook weer opruimen. Gaan we die... is dat het midden? Ja, toch. Oké, misschien hier nog eentje. Dan zetten we die hier. Oh, nu maakt hij hem daar al vast. Oh, dat doet hij altijd. Oké. Dan maken we er 8. 6 misschien.
dat doet hij ook niet. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dan laten we het zo, dat zal wel stevig genoeg zijn, hoop ik. Lichtje erop. Ik heb natuurlijk wel licht nodig om te dokken. Nice, nice, nice. Het gaan toch meestal allemaal onbemande onderdelen zijn voor mijn ruimtestation. Maar die batterij, ja, dan ziet het er wat meer als een echt ruimtestation uit. Als je echt een power unit hebt. Gaan we het nog wat leuker aankleden. Maar je moet wel. Die lichten heb ik daar niet nodig, die heb ik hier nodig. Deze kant gaat aandokken met het station. Zou ik die hier zetten? Het ziet er ook niet uit. Als ik ze hier onder die lampen. Dat ziet er al beter uit. Oké. En dan gaan we hier nog even een hele raket onder zetten. 1, 2, 3, 4. Dikke motor. Bam. En dan ga ik eens wat anders proberen. Misschien. Nee. La 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 la. Kleine decouplers. 8. Waarom niet? Doe ik meteen goed. Puntjes erop. Ik weet het, het maakt nog niet zoveel uit, maar het ziet er gewoon leuk uit. Zo, nu zit het goed vast. Ik denk dat het dat is. Ja, raket samen met de boosters. Boosters los. Raket los. Dan gaat die andere raket meteen branden. En dan laat die los. Samen met. Die, oké. Maar. Oh, oeps. Ik heb de RCS hierop zitten. En als dit stuk eerst loslaat, om hiermee te dokken. Dat wou ik doen, ik wou dit stuk aan het station dokken. Dat gaat dus niet door. Dan moet die hier af. En die moet eraf. Die gaat omgedraaid. Liefst eentje. Waarom gaat hij daar niet op? Hebbes. En die gaat hieronder op. En dan. Kan dat hierop? Nee, hè? Wacht, als we het dan zo doen. Die even eraf. Die even eraf. Dan deze ondersteboven zetten. En dan draaien we hem nu weer recht. En dat gaat wel. Zie je, gewoon oplossingen zoeken. Er is er altijd één. Dan gaan we die nog even losmaken. Dan gaan we eens kijken wat hier in het midden is. Dan weet ik waar ik mijn RCS thrusters moet zetten. Center of mass,
dat zit hier. Wat is het midden? Zo. Pak maar iets minder. Doe maar 4. Ja. Die ja, die moeten weg. Wat als ik ze nu in het midden zet, dat wordt wel kiele, zoals ze dat zeggen. En klik. Nou, ik hoop dat dat goed is, want anders wordt het heel moeilijk om aan te dokken. Ja, oké, ik kan die andere nog wel gebruiken. Nu is het nog maar één deel, het ruimtestation. Maar zodra het meer delen worden... Dus, die komt los. Ja, dat klopt. Die komt los samen met die. En die komt los en dan gaat die vuren. Deze komen los nadat deze zijn opgebrand. En deze gaat nog even door. Oké, dat moet het zijn. We gaan hem eens de lucht insturen. Oh. 2 zal ook wel genoeg zijn, hè? Denk je ook niet? Lanceren. Nou, moet ik nog even kijken hoe ik mijn module moet uitlijnen. Dat die precies goed is voor een encounter. Dat zal ik na een paar onderdelen wel weten. Wacht. Deze komt hierbij. Zo. Oh, hij heeft geen ACS. Oh, dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Waar gaan we die zetten? Hier? Ja. Wat weegt een SAS? 0,2. Ik denk niet dat het veel verschil zal uitmaken voor de RCS. We gaan het erop wagen. Power. Capsule. Capsule. Oh. KSS. Oké. Dan gaan we het nog eens proberen. Ik ben benieuwd of die met die raket zal vliegen. SAS aan. Oh, kijken de zwiebelen. Eens kijken, waar is mijn station? Dat Common Space Station, dat is geen lander. Hallo. While moving over the surface. Dat klopt niet, hè. Dat moet zijn... Waar is de... Een dubbele SAS voor het evenwicht, ja. Dat is waar ook. Waar heb ik de... Rename vessel. Station. Oké. Nee, niet Jebediah Lives. Zo. Die moet ik ook niet. Die moet ik hebben. Ja.
Ik ga even doordraaien. Zo. En dan kom ik bij jullie terug als ik ga aandokken. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, we gaan nu vol gas op ons... Ja, Space Station kan ik het nog niet echt noemen, want het is alleen de kern. Daarom leek het me ook een leuk idee om de powercapsule daarop aan te sluiten. Oh, ik denk dat ik iets te lang heb gewacht. Of niet? Misschien komen we nog heel mooi uit. Nou, dat vind ik toch tamelijk mooi. En natuurlijk zitten we weer net aan de donkere kant. Een beetje gas bijgeven. En remmen. En de rest doe ik wel op ACS. Oh, niet er voorbij, niet er voorbij. Oké. Licht aan. Even openen. Docking port als target. Oké. Wacht, als dat naar beneden is, dan moet die zo liggen. Oké, dat gaat nog redelijk recht. Rustig aan, stapje per stapje. We hebben tijd, we hebben tijd. Ik hoop dat dit docken iets makkelijker gaat als met mijn vliegtuig van Juno. Want ik heb die video nog eens teruggekeken en man, dat duurde lang. Kijken of we goed zitten. Rustig aan. Eens even vanuit dit punt bekijken. Oh, ik zit wel nog ietsje te hoog. Nou, ik ga er eigenlijk recht op af. Wacht.
heb eigenlijk geen idee waar ik zit. Volg gewoon de schaduw van de zon. SES uit. Oh, stommerik. Zo moet dat. Terug vooruit. En we zijn gedokt. Nou, dat ding kan eraf. Wacht, we gaan even wachten tot we aan de zonnige kant zitten. Elektriciteit. Oh, 30.000. Dat is meer dan genoeg. En dan gaan we dit ding eens afschieten. Even draaien. Ja, het zit een beetje los, dus we gaan hem afgooien in 3, 2, 1. 3, 2, 1. Doei! Daar gaat hij. Weg van het station, recht naar de zon. Zo. Dan gaan we die eens wat meer horizontaal zetten. Jebediah, ga jij dus even checken? Nee, doe maar. Georgert. Georgert. Dat was volgens mij de wetenschapskerel. Oh nee, dat was, hoe heet hij? Lasky? Hansy? Oh, ik weet nog niet eens meer hoe iedereen heet. Nou, hoe ziet dat eruit? Grote dockingpoort. Grote power unit. Heel mooi. Ja, ik ben hier tevreden mee. We dit hier in het midden. Dan kan ik het station nog uitbreiden. En dan kan ik aan die kant kan ik misschien een dockingpoort hebben voor raketten en vliegtuigen die op doortocht zijn. Dan kan ik hier brandstoftanks en nog een stuk met zonnepanelen. Wow, ik kan het nog veel groter maken. En dat gaan we ook doen. De volgende keer. Georgert, terug naar binnen. Zo, en we zitten terug erin. Laat het licht maar even uit. Zo. Onze power unit is gekoppeld. Dat was het voor deze aflevering en ik zie jullie bij de volgende vlucht.